We kunnen mijn intrede, zal ik maar zeggen, in de OMO-beweging misschien meer in het kader zien van de grote revolutionaire beweging die op gang gekomen is in 68. En als priester hadden wij toch ook wel een beetje het gevoel dat er ook in de kerk veel kon. Dat er in die tijd veel aan bewegen was. En toen ik dan in contact kwam met een van mijn oud-leerlingen, Mark Rauw, een van mijn oud-leerlingen die homo was en die intussen tijd in Antwerpen was gaan wonen, heb ik tot mijn eigen verbazing eigenlijk een beetje, en nog een keer tegen de achtergrond van de bewegingen die bezig waren in de maatschappij, maar toch ook in de kerk in die tijd, hoe verwonderlijk ook, ben ik naar Antwerpen gekomen. Het was misschien een beetje een impulsieve beslissing die ik nam. Ging dat zomaar naar Antwerpen komen? Geen problemen met het bisdom of zo? Tuurlijk, hele zware problemen. De bisschop was er absoluut niet gelukkig mee. Ik heb wel als voordeel gehad dat er nooit sancties gekomen zijn van het bisdom. De bisschop heeft mij gewoon laten gaan en ik heb dan in de volgende 10 jaar van hem niets niet meer gehoord. Heb je enig idee hoe het komt dat daar niet op gereageerd is vanuit het bisdom? Beetje schrik, denk ik. Ik denk toch dat dat die bisschoppen in die tijd ook een beetje tegen de achtergrond van de veranderingen in de kerk zo, dat die bisschoppen een beetje angst hadden om hard personen aan te vallen. Het is dus doodgewoon gegaan. Ik ben naar Antwerpen komen wonen en ik ben er aan het werk gegaan zonder bisschoppelijke bemoeienissen eigenlijk. Je bent actief geworden, niet in een parochie neem ik aan, maar je bent meteen in de homobeweging terechtgekomen? Tuurlijk, dat bracht mee dat ik moest gaan werken. En pastoors zijn niet gewoon om te werken, dat weten we wel. Hè. Ik moest gaan werken en ik heb dan 7 jaar gewerkt in het Rijksonderwijs als opvoeder. En mijn vrije tijd volledig besteed aan de homobeweging.